De natte blote sekskutjes. Ja, toch wel? Ja, die zijn wel het mooiste. Maar we schelden elkaar echt de tyfus, hè? Welkom bij Breek de Week en dit is de allerlaatste van het seizoen. Die play-offs die laten wij even schieten. En we breken dit keer niet de week, maar we breken gewoon eventjes het hele seizoen. En dat doen we met de filmpjes die we de afgelopen tijd gemaakt hebben. Dat is, we gaan kijken naar mijn filmpjes, naar mijn grappen, naar mijn bijdrages de afgelopen tijd. En dat deden we met heel veel bekende koppen, met mensen die er verstand van hebben. En mensen die claimen dat ze er verstand van hebben. Nee? Oh, ik denk je hapt wel. Nee, ik heb het net gegeten. Het was echt een geweldig seizoen. En de komende 10 minuten laten we eigenlijk voornamelijk supporters aan het woord. Want die maken het voetbal en mijn inkomen van de afgelopen 9 maanden. Koekoe, iedereen waar de bal is. Hoei, druk op de bal. Binnen, koekoe, bam. En dan zit hij. Kaas. Is dat een kaas? Dat is een kaas. En dan met de Eredivisie. Ja, die zitten ze al. Volla, stop! Juventus, wat van koelen. Feyenoord doet het laatste tijd niet zo goed, hè? Inter, wat van koelen. Schat, ik ben niet zo van voetbal. Waarvoor? Sommer wat van koelen. Ik weet wel wat bij het spel is. Een zaadpot, echt een zaadpot. Kutvraag is dat. Gaan we rukken. Dikkie is gaan koeken bakken. Rustig over, Dikkie. Veronica. Jeugen gaan. Jeugen. Mijn naam is Glenn Helder. Glenn Hola. Ze noemen onze achterban, ja, hier. Ja. Ik heb vervoer voor je geregeld. Zie je de volgende keer. We gingen heel veel steden af. Ja. Ja? Grote steden, die gaan we straks ook laten zien. Maar we gingen ook de provincie in. Hè? Die mensen zijn toch een beetje anders. Jongen, dat is geen emotie, geen beleving. Helemaal niks, hè. Als 0-0 blijft, gaan we naar de Hoeren. Hier in Emmen of in Groningen? Nou, ik denk op de grens. Daar scoor je wel. Ja, misschien wel, ja. Ricky van Woensinkel! Ik zie je in de Koevo, ik zie je in Boska. Ja, maar geen Urbach. Waarom niet? Nee, dat is niet aan mij, hè. Ik vind hem er wel bij passen. Ja, dat was wel de knapste geweest. Wordt met van alles gegooid, natuurlijk. Ah, een aanstekentje, daar ga je echt niet dood van. Oh, als je die recht voor je kop krijgt. Als het een Zippo is, ja. Ik zou nog even omroepen van het rookverbod. Dat komt niet zo goed uit, want het is allemaal rook. Ja, dat lijkt me ook een beetje apart, ja. Nu te zeggen, u mag niet roken hier. Kent u Wilfried Gené? Dan moet ik mijn kleinzoon vragen. Hoe is naar de UVW? Voor de keuring zat in Arnhem. Ik zei, dan kom ik niet. Waarom niet, meneer? Ik zeg, vanwege mijn geloofsovertuiging. NSC is mijn geloof. Ik zeg, en mijn kerk staat in de grof. Ja, lekker geen uitkering. Ja, ik zit iets anders in elkaar. En die trainer, die Velasquez, die was niet helemaal goed, hè? Ja, nee, ik vind... Ik heb die man zijn interview. Die man had geen idee wat ik vroeg. Had alleen maar, ja, geppie dit, geppie dat. Ieder zijn ding. Maar als jij als een debiel op een... duck-out gaat slaan als trainer met je tong uit je mond. Volgens hem was het temperament, dat is nou wel waar hij vandaan komt uit Spanje en zo. Als iedereen zo'n temperament heeft, dan zitten alle gevangenissen zitten vol. Dit is jullie nieuwe trainer. Dit is El Salvador, de verlosser. Perfect score, 2 wedstrijden onder Velasquez, 6 punten. Ja, dat is een lekker begin. Yellow Green Army! Je hebt de perfect score onder Velasquez. Toch? Velasquez? Well, at the end of the season, het left-rijtje. Sorry? Place 1 between 9. No, I understand, sir. Perfect score. 6 points? No, absolutely. How do we call you now? El Salvador? No. Thank you very much. Thank you very much. Ja, dat is de trainer, de heer Julio Velasquez, hier inmiddels gebombardeerd tot El Salvador. Of hij nou echt doorheeft welke vraag ik stelde, ik heb werkelijk maar geen idee. Ik heb het geprobeerd, maar hij is wel heel happy. Ik ben Amsterdam geweest, in Rotterdam. In Eindhoven. Oké, laten we beginnen in Eindhoven. Daar wil ik één ding over zeggen, want we gingen ook veel naar kroegen. En in de meeste waren we echt gruwelijk welkom. Maar niet iedereen vindt mij leuk. Okay. Dus er begonnen mensen wel ze schelden en bier naar me te gooien. Ik wil nooit zo aanstikken. Weet je, ik ga gewoon door met mijn werk, hoort er allemaal een beetje bij. Wat gebeurde er bij de allerleukste kroeg? En ik roep hem nu ook uit tot allerleukste kroeg waar het afgelopen jaar zijn we eens kijken. Okay. Dat was café Sergeant Peppers op straat aan het eind. Ik kreeg uit het niets echt een goede bak bier tegen me aangesmeten zo. Er staan daar 150, 200 man voor het terras van Sergeant Peppers. En die keren ze allemaal tegen die gozer die dat heeft gedaan. En die portier, en geloof me Glenn, je wil geen ruzie met die portier. Dat is een hele lieve gozer, kale jongen, dit en dat. Die loopt naar die gozer toe en zei, jij gaat nu sorry zeggen aan Tom, anders komen we er gewoon nooit meer in. Ja, nou, dat vind ik schitterend. Ja, Sergeant Peppers Eindhoven. Deze is voor jullie. Als je geen kaartje hebt, wat doe je dan? Dan kijk je lekker op het straat om zijn. We gaan veel zuipen, dan komt het wel goed. Ons Ruud kan alles. Waarom? Ja, waarom dan? Hey, wat denk jij wel? Wat denk jij? Wil je nou niet op zijn bek slaan? Ja, eigenlijk wel. PSV wordt dit jaar geen kampioen meer, jongens. Echt niet.
Ja, ik word serieus emotioneel nu. Merk het. Op Veronica Inside. Jij zeker? Echt waar? Ja. Maar niks aan de hand. Ja, niet gaan liggen. Niks aan de hand. Ja, hij gaat er weer overheen. Niks aan de hand. Niks aan de hand, joh. Oh? Niks aan de hand. De moeder van Xavi Simons. Sylvana Simons. Oké. We maken eigenlijk een special over Cody Gakpo. Gakpo. Nee, niet. Ik moest toch pissen en ik dacht van ja, nou ga ik echt weg, want het is helemaal niks. Niks aan de hand. Ik speelde vorige week FIFA en toen zat hij in mijn team en toen had ik 3-0 gewonnen. Van Cambuur. Ik heb ook de gouden tijden meegemaakt. Wouden we beter als heel dat kut Amsterdam. Dan wouden we beter als heel dat kut Rotterdam. En nou zijn we iets minder. Het wordt wel een beetje opa verteld dit. Hey, godverdomme jongen, maar god, ik heb met mij maar eens een weekje mee. Dan weet ik wel dat opa vertelt veel meer meemaakt als jij een hele week meemaakt. Do you know Andy from the meiden? Andy from the girls? No. Would you like to get in the car with Andy? No, you better good looking man and we don't care about anybody else. Right. En Amsterdam! Ja, we gaan volgende week de beker winnen! De Champions League! Ja joh, word een kampioen! Pak Europa! Ben je blij? Nee. Gakpo. Ja, dat is de zachte G, Gakpo. Als PSV wint is mooi hè, maar als Ajax verliest is nog mooier. Het is toch ergens wel een beetje zielig, toch? Ja, dan ben ik maar zielig. Hij is zo knap, hij is zo mooi, ja dat is Ruud van Nistelrooy. Eindhoven, jongen. Ja. Geen grote speelstad, wel een van de grote steden van Nederland. ADO Den Haag en Hagenezen zijn de leukste mensen van Nederland. Ja. En wij hadden onze eigen speciale Hagenees. Een Haagse taxichauffeur met een heerlijke Haagse mat en een grote bril en een Mercedes. En dat bleek goud. Hoe gaat het met je? Ja, kut. Oh, sorry. Ja, kloten natuurlijk. Even mennen weggooien. Ja. Je bent toch een kneus? Je bent toch de baas of niet? Je wordt overal uitgelachen. Je bent godverdomme de derde stad van Nederland. Hoe heet dat? KKD. Geschande voor een stad als Den Haag. Dirk is eindelijk opgetiefd. Zie je ook een sekshuis? Ben je een levensmoe, mallepietje? Ja, ik wist het wel, maar ik heb een korte termijn geheugen. Wat is daarmee? Ah, ik heb nog geen alcohol op. Lekker, lekker. Hey, hey. Ach. Geen dan! Ze luisteren niet. Het zijn net graven. Dit is nog lekkerder als een zaadlozing dit. Heerlijk, heerlijk. Ik laat je wel de tyfus als jullie winnen. Ik kom weer helemaal kut dit. Hartstikke idee, leg je joh. En niet meer bellen. Zo'n stelletje poten leggen ze te rollen. Of je hem even in zijn arie neemt. Wat een kutkeeper joh. Ik heb geen rood bloed, ik heb geelgroen bloed. Zelfs mijn knuffelpap is geelgroen. Ja, als we winnen dan trakteer ik jou op een avond. Dan gaan we even naar de roze buurt. Ja, dat wordt weer geen seks. Dirk Heilwegen noem ik hem altijd. Ik heb me niet verrotten van mij, dat zeggen ombouwen het gaan. Of het worden transgender, maakt mij niet uit. Ik ga lekker zo'n worstenbroodje eten. Kijken of er nog wat lekkers rondloopt voor me. Hallo. Ik moet nog wel eventjes alle werkendammers sorry zeggen en bedanken voor de gastvrijheid. Ja, dat sowieso, maar ik ga geen sorry zeggen. Ja, jongen, sorry. Succes in de sorry, ja, ja. Ja, ja. Nee, sorry. Zeg je toch sorry? Ja. Nee, ik zeg zonde. Ik zeg ook zonde. Ik zat bij mij in mijn stamkroegie. En ik had al aardig wat op. En ik krijg een berichtje en ik lees dik advocaat van half jaar naar daar. Dus ik zeg tegen dat meisje achter de bar, ik zeg lees jij het eens even voor. Dus ze zit het voor te lezen. Ik zeg, zie je me dan de zaken nemen dan? Zegt ze, nee, het is echt waar. Ik zweer het je, ik kreeg kippenvel. Ik heb echt een traantje gelaten, want toen dacht ik, nou komt het helemaal goed met haar. Nou, doe je even een selfie, dan kunnen we naar huis. Het zat een hele mooie vrouw naast me, man. Hoe ben je nou weer aan het flirten? Ja, dat weet je toch? Je geeft er even je kaartje dan. Nou, zo brutaal ben ik nou ook weer niet. Anders geef mij het kaartje, geef ik het aan haar. Ja, nee, dan ga jij maar lopen, Belly. Nee, ik blijf heel braaf. Ah ja, als jij rode lippenstift op doet, krijg je hem ook, hoor. Ja, Floortje dus, als je denkt, god. Heeft Glenn ineens een Haagse mat gekregen? Heeft hij ineens een lichte kleurtje gekregen en haar? Nee hoor, het is Floor. Hi, Floor. Hi, hoe is het? Je wordt echt herkend, hè? Ja, ik word echt herkend. En dat is... Kende Hagenees. Een klein beetje. Sommige mensen die zeggen wel eens, wat moet je bij die tokkies? Dan zeg ik, nou, ik heb niks tegen tokkies. En dan helemaal niet tegen Floortje. Maar ik vind jullie wel mooie mensen. Want als ik Leo van het koffiehuis bel, van mogen we langskomen? Geen probleem. En dan belt hij op en zegt hij, Tom, kan het een uurtje later? Want ik moet even voor de voedselbank rondrijden. Ja, dat vind ik tof. Ja, ik zeg, jullie zijn gouden gasten. Als je met mij met mijn konaten mee gaat pedellen tijdens zo'n wedstrijd, denk je, wat zijn er voor lijpen, joh? Want we schelden elkaar echt de tyfus, hè? Ja, het is een soort beleefdheidsvorm hier, hè? En af en toe gaan we bijna met elkaar op de vaas. Maar als het afgelopen is, dan gaan we naar de kantine en dan gaan we zuipen. En dan houden we jongens krentenbrood. Jouw tip is eigenlijk heel simpel. Scheld elkaar lekker voorop bij ADO Den Haag. Ga lekker voetballen met elkaar. En wees wel een beetje lief voor elkaar. Dan komt het allemaal goed. Allerliefste supporter, allerleukste kroeg hebben we gehad. Ja. Wie denk jij dat de allerleukste trainer was voor mij het afgelopen jaar? Ik denk, daar heb ik ook over gehoord, Maurice Steijn. De prijs voor de allerleukste trainer gaat naar Maurice Steijn. Ik voorspelde het al. Maurice, jij gaat de play-offs halen. Dat heb jij voorspeld? Dat heb ik aan het begin van het seizoen al voorspeld. Kijk maar.
Ik heb er niet heel veel verstand van, maar ik had het wel goed dit keer. Toen ik in het begin van het seizoen al tegen zei, dit wordt gewoon play-offs. Ja, ja, ik heb het al die tijd geprobeerd tegen te houden bij jou, maar het is echt gelukt. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nee, jij wist het ook al, toch? Jawel, ik wist het wel. En ik heb volgens mij steeds, hoe langer het seizoen werd, jou gelijk gegeven. Het is gelukt. Op dit moment sta je gewoon stijf in het linker rijtje. Dan ga je toch voor Europees voetbal. En dan ga jij zeggen, ja, we moeten nog 20 wedstrijden. We moeten politiek correct blijven. Niet bij ons. Nee, weet ik. Nee, we willen voor het maximale gaan. En als dat aan het einde van de rit zesde is, nou ja, dan hebben we een waanzinnige prestatie met z'n allen geleverd. Nou, ik hoop dat ik jou na wedstrijd 34 ook weer hier zie dan. Graag. Ja, nee, goed. Bij deze nodig ik je uit. Je gaat de play-offs in, zoals ik dus al had voorspeld. En nu ben je ook nog eens uitgekozen tot leukste trainer die ik heb geïnterviewd. Ja, hartstikke mooi. Er waren er niet heel veel boeken. Ja, Velasquez, maar die wil me nooit meer spreken. Oh, nou jammer. Nee, nou ja, ik voel me zeer vereerd. Vorige keer waren we ook weer in de box. Toen was Stijn er ook. En dat is een Hagenese, hè? Ja. Bakertjes, hè? Hij vond ze echt lekker, hè? En hij zei ook op een gegeven moment, ik ga naar huis. Nee, nog eentje dan. Ja. En dan nog één. Ja, nou, precies. Bier, bako. Alles met een percentage. Alles met een percentage boven de 10. Nou, dit is zeker boven de 10. 10 ook. Onder de, maar, alles maar een percentage. Alles met een percentage. Is die als dankjewel? Ja, dankjewel. Ja. En nou, hiervan weet niemand wat voor percentage het is. Ja, het staat er wel op. Ik zou het niet vertrouwen. Nee, ik ook misschien niet. Weet niet wat. Even. Ja. Nou, zal ik te denken. Want eerlijk gezegd, de liefde is vanaf morgenavond even voorbij. Ja, want? Dan speel je tegen mijn clubje. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan gun ik het je nog steeds, ja. Maar liever niet. Nee. Dus ik zou denken, deze drink je vanavond, ja. Dan ben je morgen niks waard. En die is voor de goede tijd. Of voor zaterdagavond, we moeten zondag ook nog een keer. Vind ik ook, ja, dat is ook goed, ja, maar dan helemaal alleen. Ja, is goed. Ik zie jou volgend jaar gewoon hier weer. Ja, zeker. Ja. Zeker? Ja, okay. Dat zegt bijna niemand in de voetballerij. Ja, ja, nu. Is dan ben je dan morgen weer. Ja, zeker. Ik vond het echt tof hier. Ja, nee, het is dit jaar een feestje gebleken. Elke keer de wedstrijden met Sparta, wat we net al zeiden, tot op de laatste plek uitverkocht. Dus het was voor mij ook een feest dit jaar. En superleuk dat je er regelmatig bij was. Dankjewel. Okay. Ja, en dan is het lullig om te zeggen. Want ik wil dus van al die steden een compilatietje maken. Dit is wel de kortste. Dus naar welke stad gaan we dan? Ik zou echt niet weten. Welke was de kortste dan? Nou ja, Amsterdam. Zelfs Jack Spijkerman bleef te geloven houden. Maar was wel heel erg bang geworden. Nee, dit is voor het eerst dat ik een wedstrijd oversla. Want ik ga altijd met mijn zoon naar al die wedstrijden in het buitenland. Maar mijn zoon liet mij ook de beelden zien van de Napels aanhang die achter de Liverpool supporters aan zat. Daar heb ik geloof ik niet zo'n zin in. Als Jack niet gaat, dan ga ik zelf wel even kijken bij die ultra's. Het is hier bloedverziekend heet, maar we wilden toch eventjes in Napels gaan kijken om te zien of het hier wel een beetje veilig is voor onze zo geliefde Ajax supporters. Ja. But some of the Ajax fans, they're a little bit scared. Yeah, everywhere there are ultras and also in Ajax there are a good group of ultras, but we were not afraid. Is it safe? No, I know. Napoli? I don't know. Just be smart. It's okay, yeah. Don't provocate nobody, you know. It's safe. People can be dangerous if you don't follow the rule. I'm calling one of the boss. Fra, senti, c'ho degli amici qua dall'Olanda, ma si stanno cagando sotto di venire a Napoli. Che gli diciamo? Che gli diciamo, Fra? Possono venire. Ok. He said you can come. Tutto a posto, tutto a posto. Can you hear that? Tutto a posto. Ciao, ragazzi. Hoe is het in de hoofdstad als Ajax vandaag de klassieker van Feyenoord niet weet te winnen? Nou ja, dan kunnen ze het landskampioenschap wel gedag zeggen. Maar als je dat tegen een beetje Ajax-fan zegt, dan gelooft hij er helemaal niks van. Vandaag win je 3-0, PSV win je, AZ win je en ben je kampioen. Kampioenschap is gewoon binnen, de beker gaan we ook nog ophalen. Iedereen is er overtuigd dat we gaan winnen. Dat noemen wij dan Amsterdamse arrogantie. Wij noemen het zelfvertrouwen. Kut, vriend, godverdomme. Helemaal kut vandaag, joh. 3 keer kut. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. Dus jullie worden gewoon ook kampioen. Heb je daar ooit twijfel aan gehad? Dit jaar is het even niet. Dus dit jaar heb je misschien de beker? Ja, dat hoop ik wel, ja. Heeft dat 50 miljoen euro gekost? Daar doen we het niet voor. Maar die Bassie, hè? Die moet terug naar Adriaan, echt. De godsamme man. Heb je er ooit van gehoord van Union Berlin? Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Nou, zoals je ziet, Duitsers zijn grote innemers qua drinken. Het gaat niet per blikje, het gaat niet per sixpack, het gaat niet per krat. Het gaat gewoon per tank. Hij is aan Union. Hallo, hartelijk welkom in Amsterdam. Hallo. Hallo. Is er zat? Wimma. Oké, ik denk het wel. Ja, Glenn, Ajax. Ja,
maar ja. Ik denk dat we er gewoon helemaal niet over moeten hebben. We willen iets positiefs maken. Het was gewoon een klote jaar voor die gasten. Uithuilen, opnieuw beginnen. Punt. We blijven doorgaan. Eigenlijk een ode aan de supporters. Want dankzij jullie konden we die filmpjes maken. En dankzij jullie waren ze ook succesvol. Dus voor nu eventjes allerleukste quote van de kampioen van dit jaar in Rotterdam. Bij Feyenoord. Waar eindigt het man voor dit seizoen voor Feyenoord? Als het zo gaat. Nou ja, sowieso overwinteren. Klein finaletje kan er altijd wel bij. Misschien wel twee. KNVB-beker, Europa-cupje. Het is nog geen Coolsingel. Ja, twee keer sowieso. Worden gewoon kampioen, dan ga je een fontein duiken. Dan ligt de weg naar de Coolsingel echt open. En zijn ze ook wel weer toe aan een goede renovatie? Ja, lul niet. Wat is die Rotterdamse cultuur? Ja, hey, suip het door je neervalt. Ja, nee, toch? Nee, ik trok hem neer. Om half acht trok ze mijn eerste biertje open. Jij bent Feyenoord-fan, neem ik aan. Winnen. Kom er ook bij. Ik ben heel blij. Kom er ook bij, zei. Ik ben heel blij. Ik zei, kom er ook bij. Ja. Alles gaat naar voren. En dan gaat alles zo, hè, zo. Ali Reza! Boom. Nu een Feyenoord-sport, ik ga er zo meteen heen. Die is blind aan één oog. Die hebben een glazen oog laten maken met het Feyenoord-logo. Het oog. Met een Feyenoord-embleem, zodat iedereen kan zien dat ik voor Feyenoord ben. Zou jij dat ook wat vinden? Ik weet niet of dat... Nee. Dat is heel simpel, hè? Hij vond het denk. We zijn in Rotterdam normaal, hè. Wij blijven niet... Oh, jij bent niet normaal, hoor. Veel liedjes over Feyenoord. Kunnen ze het nergens zeggen, hè? Zeg je niet daar in 020, man. Dan hebben ze helemaal geen liedjes. Doe je alleen maar... Amsterdam. Nee, wij hebben hier echt mooie songs, jongen. Ja, la 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 la. Wij zijn Feyenoord Rotterdam. Ik hou van je, we zijn kampioen, Tom. Lekker jongen. Dit wil je niet. Wel hoor, dat wil je wel. Mijn vader is 31 januari overleden. Ik heb hem bij me. Ik heb mijn vader zijn as meegenomen. Wij zijn kampioen. Pa, je bent erbij. Hebben ze nog verschillende namen? Nee. Spring de hofvijver in. Ja, en de volgende keer in een wit shirt. Ja, hè? Ja, dit is het dan mensen, dan sta je in de woestijn met je poot tot aan de knieën in het water. Het schijnt geweldig te zijn. Ik heb nog nooit zoveel mensen gefeliciteerd, maar ze feliciteren mij ook allemaal. Maar ik weet... Ja, leuk toch? Ik heb me echt op een paar uitzonderingen na kostelijk vermaakt met Rotterdammers. En we hebben er ook, en ik vind dat wij die wel mogen claimen, wij hebben ervoor gezorgd dat Slot blijft. Hè? Hij heeft naar ons geluisterd. Of niet? Dat kan natuurlijk alleen maar door één actie te maken hebben. En dat is door ons. En die actie die werd endorsed en zelfs op een gegeven moment nog toegeëigend bij Op 1. De enige echte Rotterdammer die er is. Litouwers. Slot moet blijven. Slot van rekening. Dus allemaal naar slotmoetblijven.nl. Arne, behouden van je man. Je kunnen je niet missen. Ja, Glenn, ik ga jou heel erg bedanken. Ik ga je nu even wegtoveren, want we gaan naar wat ik de allerleukste quote van het jaar. Degene die die quote heeft gegeven, die heb ik gevonden. Daar hebben we vorige week een oproep voor gedaan. En die komt nu naast me te zitten. We hebben hem gevonden. Hij zit hier. Olaf. Dankjewel, Tom, dat ik mocht komen. Hoe reageerde de familie? Mijn moeder wist het gisteren pas, want ik heb dit filmpje altijd buiten beeld gelaten. Dat is best knap, want die ging best hard. Ja, maar die is helemaal niet van TikTok en zo. Ik kan er wel lachen, maar ik hou wel van voetbal. Maar ik hou liever van een natte blote sekskut. Het zijn wel de mooiste hoor. Wat? De natte blote sekskutjes. Ja, toch wel? Ja, die zijn wel het mooiste. Maar die heb je nu, een vaste? Ja, daar heb ik erop uitgekozen. Ja, ik ben wel grof, maar als ik lazarus ben, word ik nog creatiever. Olaf mensen. De beste quote, leukste quote van het afgelopen seizoen van alle supporters. En dan is nu tijd gekomen dat degene die al die filmpjes heeft gemaakt ook eventjes wat mag zeggen. Allemaal heel erg bedankt.